Welkom lieve mensen bij een nieuwe aflevering van Volgas met Joey. Vandaag gaan we het hebben over een grote beurt voor een viertaktscooter. En waarom? Omdat we heel vragen hebben gehad over wat houdt het nou in, wanneer doe je het en waarom doe je het. Ik ga jullie laten zien en kijk met ons mee. Ik ga het vandaag hebben over de viertakt Vespa scooter. In dit geval een tweeklep motorblok. Een grote beurt. Waarom doe je het en wanneer doe je het? Na 5000 kilometer zijn er echt serieus dingen die vervangen moeten worden. En dat lijstje ga ik nu met jullie opsommen. En dat doe ik aan de hand van dit. You saying you wanna spank me? Dit object. Are you Waarom listening? Doe je een grote beurt? Een grote beurt doe je om stilstaan of gebroken delen of zware schade te voorkomen. En daarbij blijft je scooter een bepaalde topsnelheid of vermogen behouden als je bij tijdens de beurt doet. En daarbij is het ook voor je eigen veiligheid, dus in de vorm van remmen, schokbrekers of versleten banden. Een heel klein en belangrijk detail is natuurlijk ook het behoud van je garantie. Als je dus een voertuig ergens nieuw koopt en je moet hem bij 1000 km brengen voor zijn beurt en je komt eens bij 5000 km, dan kan die man ook zeggen van hey, heel veel van je crux laag versleten zijn, om maar een voorbeeld te geven. Maar wij hebben niet het voertuig kunnen monitoren en de olie is nooit vangen, dus dat is jouw probleem. Dus ook belangrijk voor je garantie. Nou, dat zijn wel een beetje de waarom je een beurt zou doen. Dan, wanneer? Wanneer doe je een beurt? Een beurt doe je al vanaf de 500 tot 1000 kilometer, is maar net wat je winkel zegt. Daarna liefst bij de 2500 en dan om de 3500 kilometer. Waarom zeggen wij dat zo? Bij de 1000 kilometer heb je inrijolie, dus krijg je een metaal slijpselblok, dat moet eruit. Dan heb je natuurlijk de 2500 kilometer beurt, dan heeft hij al even iets meer gelopen. Nog één keer even een beetje als nalopen, hoeft niet heel veel vervangen te worden, wel je olie, klep even stellen enzovoort. Dan heb je het over de 6000 kilometer en dan heb je het over een grote beurt. Een grote beurt is dus je face na vervangen en dat soort dingen. Dan bij de 6000 kilometer en dan met intervallen van 3500 kilometer. Waarom zeggen we dat? Bij 5000 kilometer merk ik gewoon te vaak dat een scooter al in verval is geraakt. Dus de face daar is zo ver versleten dat dit toerenverloop slecht wordt, dat die slecht begint te trekken. En bij 3500 kilometer ben je eigenlijk er zo vroeg bij dat je al dat gezeik net voorkomt. Mensen, wat is een grote beurt bij ons? Als de scooter komt voor een beurt, is er altijd een standlijst die we altijd van A tot Z helemaal afwerken. Ongeacht de staat waarin de scooter verkeert of de onderdelen in verkeren. Dat doen wij om problemen te voorkomen. Zo kunnen we dus inderdaad een gehele beurt doen. Werkelijk alles wat we doen volgens het lijstje en dan de face na niet. Dan heb je dus een hele beurt heel perfect gedaan, rijdt de scooter eigenlijk bijna perfect. Alleen loopt de toerenverloop een beetje zo. Dus dat betekent hoogtoerig in het begin, dan laagtoerig en weer hoogtoerig of andersom. Ik ga nu het lijstje opzoomen. Wat standaard doen is de kleppen controleren en indien nodig stellen. Dus dan weten we altijd dat het goed is. Dat is heel belangrijk. Dat is belangrijk voor het starten, voor het geluid en voor het lopen. En zelfs voor je brandstofverbruik. Belangrijk. Wat we ook doen bij beurt is de motorblokolie vervangen. Dat doen wij altijd. Wij gebruiken enkel de olie die voorgeschreven wordt in het boekje van Vespa. In het geval van een Vespa natuurlijk. Waarom doen we dat? Als je de originele onderdelen gebruikt, kunnen ze nooit zeggen van hé, maar Joey, je hebt de verkeerde olie gebruikt, dus dit en dat en bla bla bla, wil je niet. Daarbij vervangen wij de oliefilter of een oliefilter zeefje of een oliezeefje, geef het een naam. Hier staan de cijfers van je motorblok in het geval van dit blok. Eén oliefilter vervangen we ook. Het filtertje is zo goedkoop dat het schoonmaken eigenlijk duurder is en meer tijd kost en meer vervuiling in onze zaak oplevert. Dus we hebben gezegd, weet je wat, dat filtertje vervangen we gewoon lekker. We vervangen altijd de naafolie, de vertandingolie. Dat is in de achterkant van je motorblok. Dat haal je aan de onderkant los met een imbusesje. En aan de bovenkant vul je gewoon bij met één heel klein flesje met naafolie. Een heel klein flesje, maar genoeg voor in de naaf, want het heeft niet zoveel olie. En het is een hele dikke olie. Wij vervangen altijd de bougie. Ook het type bougie die je nodig hebt, kun je terugvinden in het boekje Normaliter. En in het geval van de viertak 2 kleps, motorblok van Vespa, is dat zo'n bougie. Daarmee kan je een hele hoop gezeik en problemen voorkomen. Dus mijn advies is, vervang altijd je bougie en ook wel echt de juiste bougie. Bougie, on s'assoit pas. Uiteraard, je hebt inderdaad winkels, die wassen ze uit, maken ze schoon, doen dit, doen dat. Wij vervangen je luchtfilterelement altijd. Die is zwart van kleur en zoals ik al zei, kijk, zie je het op mijn vingers? Die is standaard vet en dat houdt stof en andere zooi tegen, dat je niet in je motorblok kunt hebben. Zie je dat? Zie je? Vario geleiders, dat zijn de geleiderblokjes in je Vario, drie kleine driehoekjes, die vervangen wij. Dit zijn Vario geleiders.
Dit is je vario. Dan heb je aan de achterkant heb je de gradenplaat. En daar zitten de vario geleiders. Zie je dat? Als dit er niet tussen zat, dat plastic. En je bent dus aan het rijden, dan gaat dit eigenlijk, dit doet de hele tijd zo. Dan krijg je metaal op metaal. En dan raakt dit defect en dan heb je eigenlijk geen werkende vario meer. Dan hebben we nog de feestnaar. En de feestnaar is een onderdeel. Als je die altijd op peil houdt, dan heb je het allermooiste toerenflop in alle tijden. En dan hoef je ook niet zoveel af te stellen en dergelijke. En de feestnaar, daar zijn heel veel verschillende soorten, maten en smaak in. En wat gebruiken wij? Absoluut de originele feestnaar. Die is het allerbest. Dit gooien ze van de fabriek af er ook in. Daar is alles ook gebaseerd en afgesteld. En ik heb gemerkt dat met een andere snaar, bijvoorbeeld een Melossi, een Bando of andere snaren, dat die gewoon echt anders reageert op de hele afstelling en hoe die rijdt. Dus een originele snaar, als je hem daar een keer op afstelt, gebruik dan ook altijd een originele snaar. Of als je je scooter hebt afgesteld op een Bando snaar, gebruik altijd een Bando snaar. We controleren of het profiel van de banden juist is en of de bandenspanning juist is. De bandenspanning en profiel zijn ook twee hele belangrijke onderdelen om te controleren. Als dat niet goed is, dus je bandenspanning is te laag, kan hij gek sturen. Bij te hoog valt hij heel erg in de bocht en dan rijdt hij heel onstabiel. En bij een versleten band, nou, dat weet je zelf natuurlijk al, heb je gewoon weinig grip, kan je een bekeuring krijgen. Moet je niet hebben. De remmen stellen of vervangen. In het geval van deze voorrem hebben we remblokjes die op oliedruk staan. Dus die kan je niet stellen eigenlijk. Dus het is of de remblokken zijn goed en hoeven niet vervangen te worden, of wel, en dan vervangen we ze natuurlijk. Bij de achterrem kan je hem opstellen. En als, dat doe je dus gewoon echt zo met een stelmoeitje aan de achterkant van je achterrem, dat is een trommelrem. En als die remschoenen helemaal op zijn, omdat die te ver is opgesteld, dan ben je gewoon veel op gereden, dan vervangen we natuurlijk wel de remschoentjes. Dan hebben we nog natuurlijk de bewegende delen smeren, zoals je standaard, je schokbrekertjes, je remheveltjes, je contactslotsetje bijvoorbeeld, of je kettingslot. Dat zijn delen, die hebben ook gewoon af en toe een likje olie nodig, een druppeltje olie nodig. Gewoon, die hebben af en toe olie nodig. Koppeling en huis schoonmaken, die is ook belangrijk. Er komt een roestlaag in je koppeling te zitten, die ervoor zorgt dat er een heel raar geluid komt en hij raar begint op te trekken. Dus schuur je koppelingsgemeentjes op en maak je koppelingshuis schoon. Dan draait dat ook weer top. Ga je aan de speling stellen af. Sommigen hebben een hele lange vrijslag en die hoeft er helemaal niet in te zitten. Hij mag ook niet te strak zitten, dan loopt hij verkeerd stationair. Dus de gashendelspeling controleren wij en stellen wij indien nodig altijd af. Alle elektra controleren wij. Dus werk je kniplichten, werk je achterlicht, je voorlicht, je remlichten natuurlijk, of je klakson of het starten. Weet je, zijn allemaal dingen die we controleren en die we het ook moeten doen. Zowel voor de politie als voor jezelf natuurlijk. Want als je in een bos rijdt waar geen lantaarnpaal zijn, wil je dat je voorlampje doet. Dat zijn dingen die gecontroleerd moeten worden. We lopen ook natuurlijk diverse dingen na, zoals die spiegels die vaak loszitten. Of je windscherm die uiteindelijk ook soms losloopt. Dus dat zijn delen die trekken we na, controleren wij. Ook belangrijk. Tot slot van dit lijstje checken we de kickstart. De kickstart moet eigenlijk ook vet gesmeerd geolied zijn. Gebeurt dat niet, dan ga je heel, heel stroef kicken. En dat is natuurlijk ook hartstikke kut. Dat wil je niet. Zeker niet als je elektrische start het begeven heeft en je een keer moet kicken. Als je dan moet kicken, dan moet hij het op zijn minst doen. Nou mensen, deze klant had dus een Vespa en had nog nooit onderhoud gegeven aan zijn Vespa. Uiteindelijk brak ze feestnaar en dat was midden op weg. Toen slipte ze achterkant, raakte haar lantaarnpaal, brak ze motorblok in tweeën. En nu is de klant overleden en zijn blok in tweeën. Ja, dat moet je dus niet hebben, daarom moet je eens onderhoud doen. Oké, dat verhaal was bullshit. En hoe dit blok wel gebroken is, ik heb werkelijk geen idee. Hij zou wel een doodsklapper hebben gemaakt. Maar goed, dat weet ik niet, want dit blok heb ik gehad van iemand en ik vind het echt een vet blok. Dit is eigenlijk bijna een trofee. Maar onderhoud je scooter goed, dan heb je dit soort dingen dus niet. En mocht je dingen willen weten van hoe iets nou moet, vraag onderaan deze video hier wat je dan precies wil weten. En misschien kunnen wij daar dan een filmpje over maken. Voor nu, dank jullie allemaal voor het kijken. Blijf volgen op YouTube en Facebook. En abonneer. En als je nou leuk of interessant of handig filmpje vond, ondanks dat het niet de meest spectaculaire film was, like hem dan eventjes van ons, want daar hebben we het aan. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Volgens mij Joey. Ik zeg jullie rustig. LED monteren. Ik heb hier een LED strip. Dit zijn mijn assistenten. Die komen helpen vandaag. Ik vind het helemaal mooi. Strip omdat het echt te fijn is. Woe! Dat is te licht.